Guy, pardon. Doet u de komende gemeenteraadsverkiezingen terug mee? En zo ja, bent u lijsttrekker? Ja, wij zullen een lijst UF indienen. Ik zal de lijsttrekker zijn. Dus dat is mensen van de MR, dus de liberale strekking, Defi, plus sommige zelfstandige personen die willen met ons werken, positief voor Dilbeek. Niemand van de CDH of socialistische partijen? Nee, want volgens mij bestaan geen afdeling van die twee partijen in Dilbeek. Dus er zijn maar twee afdelingen, de MR en Defi. De afgelopen 6 jaar hadden we een coalitie met CD&V, DNA, N-VA, SPA en Groen. 5 partijen. Ja. Tegenover de oppositie, Open VLD en Union Francophone. Ja. Een goede beslissing? Ja, sommige beslissingen. Wij hebben sommige beslissingen goedgekeurd. Wat betreft het OCMOE en de politie hebben we altijd de meerderheid gesteund. We hebben met de meerderheid gestemd. Dus er zijn goede zaken hier in Dilbeek. Ik denk bijvoorbeeld aan het onthalen van de inwoners bij de bevolkingsdienst. Er is een nieuw systeem met een elektronische aanmelding. Dat is zeker een plus en dat is goed voor iedereen. Ik was niet tevreden met de verhoging van de belastingen. Natuurlijk, sommige werken moesten gedaan worden, maar gedurende jaren en jaren werden sommige werken niet gedaan. Maar ja, ik heb soms een beetje de indruk dat de CD&V zeggen wij zijn een nieuwe coalitie, maar ze vergeten toch dat ze meegedaan hebben met de VLD. Dus moet een beetje consequent zijn. Dus ik zeg, men kan niet alles in één keer doen. Dus dat moet gebeuren. In verschillende stappen? Ja, in verschillende stappen. Misschien niet zo rap dan voorzien.